Wat de fucking fuck is er gisteravond allemaal gebeurd? What the fuck? Ik ben gisteren nacht uitgegaan in Gent, omdat het student kick-off party was. Ik ben geen student. Er is allemaal vage shit gebeurd, maar kijk hoe fucked up dat ik ook was. Ik heb echt veel gefilmd met mijn camera, alleen met mijn telefoon. Ik heb echt redelijk veel, ik weet niet, ik wist van, ik ben die vlogger, dus ik moet een beetje vloggen. Ik heb dingen gefilmd, s'nachts. Terwijl ik aan het uitgaan was. En ja, die ga ik jullie nu tonen. Kijk, het begint allemaal hiermee. Maar op het moment zelf wist ik niet dat dit gebeurd was. Kijk, schrik niet. Waarschijnlijk boeit het jullie ook geen hol. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar daar en over heel het scherm zit er een barst daar rechtsboven ook. En what the fuck. Ik kan dus zeggen, eisen dat hij niet net je scherm laat vermaken en shit. Maar deze keer kan ik er eigenlijk niks aan doen. Ik bedoel, kijk, ik heb dingen gefilmd gisteren. Er is allemaal rare shit gebeurd. Kijk, ik leg het allemaal zelf uit. Geniet van deze nachtvlogs of zo. Van de brakke versie van mij. Geniet ervan, ik ben grappig als ik dronken ben. Ik ben in Gent. En het is nu 4 uur of zo, snap je? Dat zou het begin van de vlog moeten zijn, maar daarvoor is het skeer. Ik had net zo een akkefietje met meneer in de club. En ik was die aan het filmen en ik dacht zo van, daaah. Toen mij ga je zijn, toen. Snap je, toen hij vechtte en zo, maar ik stond daar zo en ik wou die kapot slaan. Maar het zou een heel bitter uitslaan. Tot ik zag dat die mijn gsm vast had en ik wist dat als ik die helemaal naar de ging slaan, dat mijn gsm ook naar de was. Dus, ik ben echt fucked up. Maar, dat is oké. Nieuwe dag. Dat is super fucked up. Mijn telefoon is helemaal, ja, niet naar de klote, er is niks aan. Door die fucking patje meneer die een stoer deed. Snap je, ik kon niet vechten met hem, want hij had mijn telefoon vast. Dus als ik hem wou slaan, dan wist ik dat mijn telefoon helemaal kapot was. Maar ik zie nu pas daar al krakken zitten. Dus ach, fuck die fucking fuck. Er staat een gratis auto in Citadelpark. Ja, wat ligt er nog in de bag? Duidelijk niks. Ja, er staat een gratis auto op te halen in Citadelpark. Zeker proberen. Ja, het is een goede auto. Dit raam is wel weg, maar oké. Okay. Het is een Renault. Ja, jullie snappen ons. Yes. What the fuck. Blankenberge is echt fucking lelijk. Als je niet geslapen hebt. En Blankenberg is ook lelijk in de ochtend als je niet geslapen hebt. En Blankenberg is ook lelijk als het dit weer is. Want wat is dit? Dit is een natte scheet. Ik ben op dit moment echt de definitie van brak. Dus ik zou niet in staat zijn om naar school te gaan. Mensen kijken raar omdat ik mezelf aan het filmen ben. Het is niet raar, niet denk dat ik. Ik weet het niet. Ziek ben of zo. Ik zie jullie als ik wakker ben voor de daily vlog. Oeh, yes, gezellig. Aangenaam, hopelijk is mijn mama nog niet wakker, what the fuck. Het is nu 1 uur, het is echt een wonder dat ik zo vroeg wakker ben, what the fuck. We gaan chillen, we gaan leuke dingen doen vandaag, het is vrijdag. Oh, ik meen het, deze dag is echt de ultieme brakka dag. What the fuck. Ik ben echt al de hele dag gewoon op mijn pc aan het kijken en echt gewoon niks aan doen. Maar uiteindelijk is het nog maar 4 uur, ik moet nog douchen en zo, de dag moet nog beginnen. Super mooi weer, dan zometeen naar buiten, vanaf ga ik waarschijnlijk weer naar een feestje. Daar heb ik al echt geen zin in, maar dan neem ik jullie sowieso mee. Er gebeurt daar weer iets, waarschijnlijk wel, want ik lok altijd dat soort situaties uit. Ja, dan zien jullie het ook. En ik heb iets gekocht in een nachtwinkel gisteren. Kijk. Het is zo dusk mask. Ik heb er 10 gekocht of zo voor 4 euro. Nu lijk ik zo op iemand eng of zo. Of zo iemand die in China loopt met zo'n maskertje. Ik vind het wel cool. Ik heb er echt veel. Ik heb er hier nog een paar. Het is een goede aankoop. Hele goede aankoop. Maar het is waarschijnlijk een beetje fucked up voor jullie, want jullie zien mijn mond niet bewegen. But it's all good, boys and girls. Ik ga douchen en dan gaan we aan deze dag beginnen. Want het is vrijdag, denk ik. Het is vrijdag. Dus vrijdag is chill. Let's do this! Deze douchesessies. What the fuck? Douchen als je zo nog een beetje hoofdpijn hebt. Zo is echt fucking raar. What the fuck? Oké. De douche. Dus dat betekent dat de vlog officieel begonnen is. Dik. Ah, fuck. Dikke vette peace, boys. Ik douche naakt. Echt waar, what the fuck? Een toppunt voor scare tijden is toch wel als je geen shampoo hebt of zeep. En je moet je fucking wassen met mijn handzeep. Ik meen het dat. Ja, echt fucked. Ik heb mijn haar daarmee gewassen en ik meen dat die shit schuimt echt niet. Dit is vreselijk. Echt fucked op. Ik meen dat ik ruik ook gewoon aan een droge zeep nu. Ik heb al veel gedaan vandaag. Ik ben echt blij. Ik heb al gedoucht en opgestaan en ja. Boys, we gonna... Ik ben mijn iPhone aan het updaten. Ik weet dat ik kom echt achter. Heel veel mensen hebben die iOS update al, maar ik ben hem nu pas aan het doen. Eindelijk een 4G knop. Eindelijk kan je scherm opnemen. Ik meen het, ik wil echt al te lang dat Apple gewoon zoiets in een telefoon stikt dat je scherm kan opnemen. Dat zou alles 1000 keer makkelijker maken. En nu hebben ze het eindelijk gedaan, yo. Thanks Steve Jobs. Rest in pepperoni. Thanks. Sorry voor iedereen die echt
anti-Apple is, maar ik ben echt zo iemand die, ja, ik moet nooit meer een andere telefoon hebben. Dit is mijn baby. Ik wil graag mijn moeder bedanken voor dit eten. Hey, thanks, mama. Ja. Thanks voor het eten. Dank u. Dit is schnitzel en dit is fucking nice. Dus ik ga nu eten. Hey, smakelijk, boy, smakelijk. Goeie fucking chops. Echt shout-out naar appelmoes. Shout-out naar appelmoes, boys. Ik meen het. Dit is een geschenk van God waarvoor ik leef. Hiervoor zijn we geboren, snap je? Die geplatte appels en pot met 10 kilo suiker erbij. Nee, deze shit. Oh. Bij heel veel mensen zo verschillen zijn. Sommige mensen eten hun appelmoes graag warm, andere koud. Kijk, mij moet je echt nooit warme appelmoes geven. Ik vind dat het echt fucked op is. Je moet dat gewoon koud eten, maar zo koud mogelijk. Nice. Het is nu 5 uur. Ik weet niet waarom dat ik net heb gegeten, maar snap je het? Ik ben een beetje in de war. Beer is nice as fuck. En ik heb net ook te horen gekregen dat als ik vanavond naar dat feestje ga, dat de bedoeling is dat ik een fucking hemd aandoe. What the fuck? Kutzooi. Ik ben niet zo hemdjes, man. Ik wil ook geen hemdje aandoen, maar als ik geen hemdje aandoe, ben ik dus de enige die... Dat is eigenlijk wel grappig, oké? Oeh, what the fuck. Oeh-wee. Kennen jullie deze kat nog? Deze kat komt nog altijd elke dag naar mijn huis om hier te chillen, yo. Are you good? You chilling? Yes, nice. Het is nu 7:30 of zo en ik weet niet hoe ik ineens op het geweldige idee kom om te gaan skaten. Het enige probleem is dat al mijn vrienden ineens gewoon verdwenen zijn van de planeet, want niemand is ergens te bereiken. Dus ik ga alleen naar het skatepark. Dus ik heb geen cameraman. Dus ik weet niet of ik ga filmen, maar ik ga mijn best doen. Het is gewoon niet zo makkelijk om te filmen op het skatepark, snap je? Ik haal niet zo graag die camera uit. Deze vlog gaat sowieso een van de gekste vlogs zijn die ik ooit heb gemaakt, maar er allemaal gebeurd. De zon is as, kana! Show me what you got! Show me what you got! I want to see what you got! Maar ik zie niks! Ja, bla. Ja, bla. Wow! Wat stel ik echt slecht? Stond op die camera? Ja. Clean, ja. Show me what you got. Show me what you got. Matje zit like, echt fucking dichtbij, man. Dat zijn ze op school ook, man. Fuck that, fuck skateboard, skip die shit, yo. Show me what you got. Is dat niet mijn video? Nog een keer, ja. Nog een keer, ja. Ik, het is nu 11:45. Eigenlijk zou ik deze vlog moeten stoppen binnen 13 minuten of zo. Ik ga nu naar een feestje. Ik ga filmen met mijn camera en mijn telefoon verder. En ik ga niet die baksteen meenemen. Het gaat heel fijn worden. Dames en heren, echte broeders druk op lui. En ik moest normaal een hemdje aan doen, maar ik heb scheid. Snap je? Ik heb geen hemd. Oh, fuck die shit. Ik heb ook een tweedehands broek aan en zo. Dat is fucking wack, echt fucking wack, maar echt zo fucking wack dat ik niet eens zin had om iets te filmen. Ik heb wel ruzie met iemand, zo die half geslaan, maar dat gebeurt altijd op feestjes in Blankenberg, snap je, dat is standaard. Ja, nu ben ik thuis, het is 4:20 of zo. Het is echt 4:20, dat is geen grapje. Het was een leuke vlog, het was heel aangenaam, het was dus helemaal anders. Ik bedoel, wat de fuck heb ik allemaal gedaan vandaag, ik weet het zelf niet meer zo goed. Ik ga nu slapen, want ik ben fucking moe en ik hoop daar nog eten is in mijn huis, want... Ik ga dood. Ik heb zo hongeraanval, snap je? Bah. Leuke dag. Een rare avond, snap je? Dat feestje was echt... Ik meen het. What the fuck was dat? Waarom ben ik daar naartoe gegaan? Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vind je het nu leuk? Smash je zeker dat je mag echte broeders gooien die like. En echte broeders sparen ook hun geld om mijn sokken te kopen. Dus, ja. Tot de volgende keer. Vandaag presenteer ik u lekkere Zaanse koffiekoek. Deze koekoek past perfect bij uw koffiemaaltijd om 12 uur 's middags. Komt u even binnen, komt u even binnen. Jullie zien deze koeken. Perfect gerankt, perfecte vierkantjes, perfect voor de mond. Koop ze nu op koopkoffiekoeken.com. Op koopkoffiekoeken voor jou, koffie.com.nl. Koop koffiekoeken. Heerlijk bij koffie. Dank u. De king goes krap. Skibidi kip pa pa. And the poop poop boom.
boom, 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 boom,